Dit is een podcast van Tim uitroepteken. Ik merk wel dat de regisseur dit seizoen een paar opdrachten heeft gebruikt uit andere seizoenen ook. En ook uit Mol België inderdaad. Ja, ja. Ik denk dat hij dat misschien een beetje doet als een soort recap van zijn afgelopen avonturen. En daarover gesproken, Kees wist Piep zei de muis in het voorhuis niet, als titel. Dat zei hij tenminste tegen Rosario. Vervolgens gaat hij op zoek naar Rian. En hij zegt tegen Rian dat het Jan kwam thuis om een boterham te vragen was. Maar nee, ik denk niet dat Rian het is. Echt niet. Nee, ik ook niet. Of ik nou ja. Ik heb het wel gedacht. Nou ja. Ik denk wel dat ze het goed zou kunnen. Maar ik denk niet dat ze het is. Hey alle en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering waarin ik de afleveringen van Wie is de Mol elke week bespreek met een aantal mensen. En in deze podcast zijn dat Giovanni. Hoi. Hoi Giovanni. Dinant van WDM 2023 Hints. Hallo. En Arjan van Molljagers. Hallo. Nou, welkom allemaal weer terug. We zijn er weer. Alweer. Ja. Hey, wat vonden jullie van aflevering nummer 7 alweer? Dinant. Ja. Oh, ik vond het een leuke aflevering. Ja? Ja. Ik heb alleen wel het gevoel dat al die afleveringen veel korter duren. Ja, dat merk ik inderdaad ook. Maar dat is denk ik gewoon het gevoel. Ja. En de opdrachten deze keer vond ik wel wat duidelijker dan de vorige keren, dus dat is wel fijn. Ja, ja. Alhoewel, je hoort nog steeds niet de expliciete regels bij opdrachten. Je weet niet wat kandidaten nou wel mogen en wat ze nou niet mogen. Dus dat is wel jammer. Daar zou Wie is de Mol bijvoorbeeld iets online over kunnen zeggen of zo. Dus per opdracht daaronder dan de echte regels erbij zetten. Dan zouden wij daar verder op kunnen anticiperen. Ja. Maar dat is alweer mijn kijk. En hoe denkt Arjan daarover? Ja, ik vond het een leuke aflevering. Ik heb zitten genieten. Het was als vanouds. Het liep lekker. De opdrachten waren leuk. En ik kreeg een beetje België gevoel, vibes. Bij die laatste opdracht dan. Van het seizoen met Lennis. Als iedereen denk ik wel die seizoen in België ook een beetje kijkt. Idee leuk. Jammer dat het gejat is. Dat is het enige wat ik zeker. Denk. Zeker waar. Ze hadden iets anders creatiefs kunnen bedenken. Want ja, maar ja, nou is wel de vraag. Kees, hoogste bedrag. Lennart, hoogste bedrag. Zou het? Vraag laten we maar even in. Maar daar gaan wij het, daar gaan wij het zo met. Ja, mooi. Daar gaan wij het zo meteen ook nog over hebben. Want die opdracht is denk ik wel het allergrootst om te behandelen. Want daar kan je heel veel theorieën mee opgaan. Hey Gio, hoe vond jij de aflevering? Ik vond het ook een leuke aflevering. Ik heb lekker zitten genieten. Ja? Het ging makkelijk weg, dus. Mooi, ja. mooi. Dan denk ik dat we maar gelijk eventjes doorgaan naar de afleveringstitel. Wow. Ja, ja. We zijn hem niet vergeten. Hij staat op het lijstje. Nee. Gio, wat was eigenlijk de afleveringstitel? Weet jij dat nog? Voorblik toch, of zoiets? Of... Ja, vooruitblik. Vooruitblik. Ja, ja. Ja, ja. Waar kunnen we dat op laten leiden? Weet iemand dat? Ja. Een paar dingen. Vertel. Ik ben benieuwd. Vooruitblik op Anna. Wat Anna deed die in de groep. Wat zei ze nou ook weer? Vul maar even snel aan. Ik ben het heel even kwijt. We komen zo terug, zegt ze tegen tegen het orkest, zegt ze dat. Nou, vooruitblik. Ja, precies. Vooruitblik. En je kan het ook op de website slaan. En die vond ik zelf een beetje vergezocht. Maar het viel me op, als je bij de dagboek van Afvullen gaat kijken, dan zie je een vooruitblik aflevering 7. En dan zie je op iedere thumbnail, zie je Anna. Ja. Dan denk ik, is het een vooruitblik? Van Wie de Mol is wel. Anna. Met het terminal webpagina. Dus kan een vooruitblik. Wat zijn we nog meer? Vooruitblik dat. Hallo allemaal. Dat Anna zegt van dat ze erop komt lopen. En dat ze tegen iedereen zwaait. Hallo allemaal. En dat nog een beetje overdreven doet uit het restaurant. Dat vind ik wel iets leuks. Weet je wel, lekker vergezocht.
Ja, maar ja, kan zo een vooruitblik zijn van, hey, straks, hier ben ik, hier ben ik, ik ben de mol. Dus lekker grappig. Ja, ja. Ga ik jou even aanvullen? Ga ik jou even mooi aanvullen? Rian zegt in opdracht 3, time will tell. Als ze klaar is met het Rick-verhaaltje in ronde 1, dan gaat ze terug naar de groep. En dan vraagt iemand, goh, wat is er gebeurd? En Rian die zegt, time will tell. Vooruitblik. Nou, leuk. Ja. Kees biedt natuurlijk €2000 om naar de volgende aflevering te gaan. Vooruitblik. En Fons en Rosario kregen natuurlijk een letterlijke vooruitblik door de finale testvraag te bekijken. Ja. Verder zet Kees een vrijstelling in en daar kwam een close-up van met het woordje de mol. Of ja, de zin. Is dit een vooruitblik voor ons als kijker dat Kees de mol is? Maar ik denk dat ik de allersterkste toch die van Fons en Rosario vind, die de finale testvraag bekijken. En nou naar iedereen een hint. Ik heb ze allemaal naar voren zien kijken, of niet? De kandidaten. Nee, grapje. Nee, maar zover kan een afleveringstitel op een kandidaat klinken. Dat was even een grapje tussendoor. Trouwens, Arjan. Nee. Heb jij nog toastjes gegeten? Nee, toastjes. Oh. Boycott niet. Oh. Nee, ik ben toastjes gegeten. Ik zit in een nieuwe lekkere tunnel en daar heb ik later nog wel over. Ja, okay. Ik heb mijn plekje wel gevonden. Spannend, Arjan. Spannend. Hey, dat tot zover vooruitblik. Tenzij iemand mij nog heeft aan te vullen op vooruitblik. Nee. Niemand. Nee. Dan gaan we maar gelijk door naar opdracht 1, denk ik al. Zo. Maar voordat wij naar opdracht 1 gaan, het orkest kan natuurlijk heel makkelijk leiden naar Rosario. Want ja, hij heeft meegedaan aan Maestro en ook nog eens gewonnen. Ja, sorry. En volgens mij op de website staat er ook altijd onder een opdracht staan 3 foto's als je dan de opdracht aanklikt. En dan zie je ook dat hij aan het spelen is. Dus ik denk dat hij daarna of in de opdracht zelf gewoon dat heeft gedaan. Ja. Dat vind ik wel weer leuk, hoor. Dat vind ik wel weer een leuke hint. Vind ik wel weer leuk, ja. Ik zou het wel leuk vinden, ja. Ik zie hem straks in een molactie gewoon midden in de opdracht. Even zelf zo. Ja. Dat hij zelf de lieder speelt dit seizoen. Ja. Ik denk het, ja, het kan wel. Maar dan moeten ze dat misschien later hebben opgenomen. Want ik heb Rosario volgens mij niet alleen gezien bij Rick. Maar dan hebben ze het echt gekopieerd van de Mol België trouwens. Zit ik mij net te bedenken met Elisabeth. Weet jullie nog? Dat hij de lieder had ingezongen. Stukje. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Ja, dus dan gaan we echt naar België toe, als dat zo is. Maar ja, ik merk wel. Wel iets leuks. Ik merk wel dat de regisseur dit seizoen een paar opdrachten heeft gebruikt uit andere seizoenen ook. En ook uit de Mol België, inderdaad. Ja, ja. Ik denk dat hij dat misschien een beetje doet als een soort recap van zijn afgelopen avonturen. Dat zou best wel eens kunnen, wat je daar zegt. Met een mixje met nieuwe dingen natuurlijk. Ja, ja. Die Piata's waren bijvoorbeeld ook bij Dennis Wening in zijn seizoen. Dus. Ja, dat is wel leuk. En die bakjes weer bij Merel, weet je wel, van vorige kistjes. Kon je wel weer een beetje daarop vergelijken. Daarom dacht ik eigenlijk een beetje aan dubbele executie, die aflevering. Ja, ik ook. Ja. Nou, ja. Maar we haken af, Ja, we gaan het daar ook nog even over hebben, over die dubbele executie. Maar dat doen we helemaal aan het eind, bij de testvragen. Kees zegt, als Rick de eerste opdracht heeft uitgelegd, dan zegt Rick, zorg er maar voor dat deze opdracht wel een keer goed gaat. Zoiets, in die trend. En Kees reageert hierop met, gaat best goed de laatste tijd. Nou, ja. Niet echt. Het gaat goed, maar het gaat ook weer niet goed. Dus nee. Je zou dit heel makkelijk kunnen leiden naar de mol natuurlijk. Maar leuke opmerking. Kees gaat goed. Ja, leuke opmerking. Maar toch vind ik hier, hè, Anna verdachte. Met haar vingertje. Vingertje. Ja. 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 Dat gaat niet gebeuren, weet je wel. Aan het einde van de Ik zeg van dat het nou goed moet gaan. Want heel de orkest speelt daar. En dan zie je haar met haar vingertje. En echt zo'n gebaar van, Rick, wat zeg jij nou? Ik ben een mol. Het gaat gewoon niet goed, wel. Echt met dat vingertje. Precies zo. Heerlijk. Dat is echt een leuk. Ja, een heerlijke hint. En dat deed Jurre ook, hè. Vorig seizoen, hè. Mm-hmm. Met, in de aflevering 8, geloof ik, uit mijn hoofd. Was ook gewaagd in beeld. Maar hij deed het wel.
Ik weet even niet meer precies wat, maar... Nee, ik ook niet meer. 19 commenten onder een reactie dat Jurre dat ook had gedaan. In aflevering 8, ook een gewaagde actie. Dus breek me de bek even niet los. Het stond op mijn pagina in een comment. Oké. Okay. Nou ja, spannend. Maar maak niet los van die comment, ik vind het sterk. Dat zou ik ook doen. Ja, goeie. Hele goeie. Ja. Hey, wat vonden jullie eigenlijk van de opdracht zelf? Want ik vond het heel tof om dat orkest, op dat laatste stuk, dat orkest ook echt die lieder ging spelen. Het voelde als een soort... Heerlijk. Hoe zeg je dat? Ja, dat. Echt een euforie aan geluid en beeld en knap. Ja. Seizoenenlang is dit natuurlijk de start van Wie is de Mol. Het kippenvel momentje dat wij als Meloten aanslaan en het begin van het seizoen weer in mogen. Want de lieden loslaten is toch wel de opening van Wie is de Mol. En daarom is dit heerlijk. Maar ik had verwacht, dit is finale waardig, zoiets wel. Ja. Zo'n orkest. Maar mooi dat ze het doen. Heerlijk. Ik vind dit een heerlijke opdracht. Echt waar. Mogen ze mij meedoen. Denken jullie trouwens dat als er een nieuwe regisseur komt, heel veel dingen van het programma gaan veranderen? Grote nou, leiding. De muziek en zo doen niet. Als in leader, als in... Nee? Grote lijnen niet, denk ik. Dat gaat gaandeweg, denk ik. Zo langzaam. Dat kan je ook niet in één keer doen, hè? Dan verlies je natuurlijk heel veel kijkers. Dus ik denk gaandeweg dat het een beetje gaat veranderen. Elementen misschien erbij kunnen komen of andere elementen, wat dan ook. Ja. Trouwens, even tussendoor. Didant, heb jij nou een snor? Ik, hè? Heb jij een snor? Nou. Heeft Didant een snor, Jokkes? Ga nou naar mij kijken. Volgens mij heeft Didant een snor. Gaat ik dan over? Ik kan toch echt wel meten? Je hoeft je niet voor te schamen, maar ik vind het wel grappig. Sorry. Grappig. Het viel me ineens op. Ik denk, wat heeft die dan nou hier zitten? Oh, na een kwartiertje of zo. Dit is een of andere brug naar een snorhint of zo. Nou, ik kan je vertellen, Anna heeft ook een snor in deze opdracht. Zo, dan komt het. Anna ging even... Nee, goed. We gaan verder. Het viel op dat Anna de rol aan het bepalen was. Sorry voor de luisteraars. Sorry voor de luisteraars. Anna die ging de rollen bepalen een beetje in deze opdracht. Tenminste, daar begonnen ze mee. Wat viel mij op? Ja, Anna natuurlijk een soort van sleutelpositie. Ze weet precies wat ze moet doen in de opdracht. En voor de rest zat onze lieftallige Van der Spek. Die zat aan de notenbalk. Zo. Ja. En wat valt daarin op? We weten natuurlijk dat dit molteken een molteken is. Ja. En hij lag natuurlijk op de rij van de A. Maar ja, weet je, vind ik dan wel weer lastig. Tenzij Anna nog even die opdracht zelf heeft gesaboteerd tussendoor. Kees heeft aan het molteken gezeten, waarschijnlijk. Zou dat kunnen geloven. Nee, maar normaal staat het molteken. Molteken staat goed, maar het liedje begint op een B-noot. Mm-hmm. En nu staat het op een A-noot. Dus de productie kan dus gewoon wijzen naar Mol Anna. Dat de productie gewoon die A daar heeft neergelegd, hoor. En dat voor de kandidaat een hint is richting Anna. En dat het ook nog eens een vooruitblik is, want we hadden het al kunnen weten in de start, bij de start. Dat vind ik een sterker maken. En die G-sleutel erbij. Anna Schimbrere. Mol Anna Schimbrere. Maar, even. Zouden de kandidaten die daarbij stonden ook die hint hebben kunnen zien? Ja, iedereen had dat op een vrije keuze om voor welke opdracht te beginnen. Ja. Dus iedereen had bij die opdracht uit kunnen komen. Of dat nou Kees was, of dat nou zo was. Ja, zo. Ja. Mm-hmm. Ja, sorry. En Soar, die weet natuurlijk heel veel van muziek. Ja, die Kees testen die daaruit, denk ik. Ja, ja. Maar dat bespreken we ook weer verder bij de test. Want we hebben ook nog wel flink wat te bespreken bij de test. Wat ik raar vond aan Kees, deze opdracht, nog eventjes terugkomend. De kinderliedjes, man.
Bij de kinderen vond ik Kees echt verdacht, want hij is wel opa, hè? Hij is wel vader, hij heeft alles meegemaakt, zelf ook jong geweest. Hij moet die kinderliedjes kennen, toch? Zit hij daar nou gewoon te mollen, of doet hij nou net alsof? En daarover gesproken, Kees wist Piep zei de muis in het voorhuis niet, als titel. Dat zei hij tenminste tegen Rosario. Vervolgens gaat hij op zoek naar Rian. En hij zegt tegen Rian dat het Jan kwam thuis om een boterham te vragen was. Ja, raar hè? Zij zei een beetje verwarring, maar het moest zijn wie de wagen. Ja, Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Precies. Ja. En nu allemaal in koor. Jan. Ja, laten we dat maar aanbrengen. Nee, maar leuk. Kees zei het, verwarring. Daarnaast denk ik dat Rian echt op een positie staat waar je als mol niet wil staan. Je gaat niet als mol alleen maar tekenen de hele tijd. Je wil als mol gewoon deel zijn van meerdere deelopdrachten. Lijkt en aangezien Babs natuurlijk naar huis is, valt het natuurlijk heel erg op dat Anna best wel switcht tussen opdrachten. Ze heeft best wel wat opdrachten ook gedaan, zoals met die termen verbinden. Waar we trouwens niet heel veel van hebben gezien in de montage, vond ik. Wat heeft ze nog meer gedaan? Bijna alles ging ook mis bij Rian. Ja. Ging ook bijna niks goed. Of ze waren Rian? Rian is gewoon een beetje onhandig hoor. En misschien kijkt ze wel goed in de juiste richting. Maar ja, dan is Kees wel heel erg verdacht aan het worden. Want volgens mij zit ze al de hele tijd naar Kees te kijken. Maar ja, je weet niet of ze iemand meeneemt, hè? Dat weet je niet. Dus ze zit echt niet in tunnelvisie, denk ik. Dat geloof ik niet. Zo onhandig is ze ook weer niet. Maar ja, qua opdrachten, af en toe denk ik wel eens bij Rian, snap je het wel? Ik heb gewoon het gevoel dat Rian gewoon haarzelf is. Ja. Ja, maar af en toe denk ik echt heel onhandig. Zij snapt het gewoon niet. En dat kan best, hè. En, maar als jij juist de richting kijkt, ja, dan kan je heel eind komen in het spel natuurlijk. Er zijn maar voorbeelden geweest van dat mensen de opdrachten niet snappen. Maar zo staat ze er ook af en toe bij. En ze laat zich ook gewoon alle kanten op sturen. Dat ik echt denk, hè. Dat is niet de mol. Misschien vindt ze het spel ook lastig of zo. Misschien... Ja. Is het is toch iets anders dan acteren of op een theater staan of zo, weet je? Het is een spel waar je eigenlijk constant aan moet staan en constant moet nadenken. En dat is best wel heftig. Dat is heel heftig. Dat is heel... Ja. Maar wat Rian nog wel mij is opgevallen, is dat op een gegeven moment Rian in een shot zegt, als er een nummer wordt gespeeld, dat het de wielen van de bus waren. Maar dat liedje is van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Hoe gaat het nou? Hoe gaat die? Nee, maar dat viel wel heel erg op natuurlijk. Maar ja, dat is ook weer zo geknipt natuurlijk. Dus misschien dat Rian nadat ze dat zei, oh nee, het moest toch bla 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 zijn. Had natuurlijk ook heel goed gekund. Maar ik vond die opdracht met die kinderliedjes echt... Ja? Ik denk dat echt bijna niemand de titel daarvan kent. Ik ben heel eerlijk. Als ik mee had gedaan, had ik ook misschien maar 2 gekund of zo. Ja. We zaten op de bank natuurlijk mee te... Ik denk dat iedereen dat wel een beetje deed. En even een beetje mee te draaien. Maar ja, dan had ik er ook maar 2 goed dus. Zo, ja, ik moest... Samen jezelf moeder. Als vader zijn of opa zijn. Hè? Ja. Nou ja, maar voor mij had het niet weten. Achteraf gezien. Jammer, we moeten weten eigenlijk, toch? Zoveel kinderen. Ja. Had ik wel van verwacht, die is de moeder, weet je wel, van de groep. Echt zo'n moederfiguur, die zong die liedjes voor de kinderen wel. Zo komt ze over dan. Ja. Voor mij waren ze best wel makkelijk te horen, aangezien... Ja, mijn opleiding is met kinderen, dus ik krijg het dagelijks mee. Ik vond het best wel gewoon gekkig dat... Dat ze het niet wisten, maar ja, dat kan aan mij liggen. En ik denk dat Rian zich eigenlijk, want ja, jullie zeggen dat Rian gewoon haar persoonlijkheid misschien dat ze het niet snapt. Maar ik denk gewoon dat ze zich echt wel gewoon dom voordoet hoor. Ja, ik kan ook natuurlijk. Ja, ik denk, zeker. Ik denk dat we haar niet moeten onderschatten op dit punt. Gewoon zoveel domme acties doet ze.
En er blijft telkens een patroon in zitten. Ja. Het is niet bij één opdracht misgaat, maar het gaat echt constant mis. Ja. En toen er werd gevraagd aan Rian, van ja, kan je tekenen? Ze zegt in haar biechtstuk dat ze niet heel goed kan tekenen, maar dat ze het toch ging doen. Ze had ook kunnen zeggen van, joh, ik ben niet de beste tekenaar. Ik laat het liever iemand anders doen, maar ja, dat zegt ze dan ook weer niet. Dus ik vind het een beetje dubbel, zeg maar. Ja, en met, ja ik snap hem. Met dat, met de, ja, dat lied dan van de Beatles had ze het over. Daar had ze het nummer nog niet eens gehoord, maar ze hoorde het deuntje van de Beatles. En toen begon ze al gelijk met tekenen. Dus ja. Ja. En uiteindelijk, ja, die tekeningen leken ook echt nergens op, om heel eerlijk te zijn. Nee, klopt. Ja, ja de enige echt die daar wat toch wel die Fons dan verkeerd had. Ja, Louis Chaplin. Oh, die vlieger. Die Yellow Submarine is ook wel herkenbaar. Alleen die onderzee was een beetje onduidelijk. Ja, nee, maar ja. Ik zag de vlieger. Ik dacht, nou, dit moet wel duidelijk zijn, lijkt mij. Ja. Lijkt me wel. Nederlands nummer is maar eentje. Ja, ja. Dus, ja, en ja, daarover gesproken. Rian, die ging op een gegeven moment op één blad twee verschillende liedjes tekenen naast elkaar. Je had het met die zebra, met dat zebrapad en daarnaast, ik weet niet meer wat dat was, maar die soort van mensen die daar stonden. Nou, dat was volgens mij wel echt één nummer, maar dat zei ze in de biecht. Nee, dat was dus dat van de Beatles, dat ze dus de Beatles hoorden voor die zebrapad koos of zo. En toen bleek het een ander nummer te zijn van hun. Ja, dat. Ja. Ja. Maar ja, dat brengt ook verwarring met zich mee. Ja, verwarring, ja. Want je moet het duidelijk gaan maken aan Fons wat het nummer is. Ja, weet je, als Fons niet naar de Beatles heeft geluisterd, of ooit überhaupt iets met de Beatles heeft gehad, dan wordt het ook sowieso al heel lastig. Ja. Zou je als mol aan een bocht willen staan tekenen? Tijdens zo'n opdracht? Nee. Jij wil als mol zoveel mogelijk deelopdrachten doen. Jij wil niet als mol bij één opdracht heel lang staan. Dan wil jij en dan ook van weggehaald worden. Ja, want Rian die werd weggehaald door Kees bij dat bord. Ja. Maar wat dan wel Wat dan wel opvalt is, zeg maar, gewoon de twee opdrachten waar Rian aanwezig was, zijn toch wel de twee opdrachten die fout waren gegaan. Ja, dat Ja, maar Rian, ook die... Want Rian was best wel ook wel snel met bij die kinderliedjes van, ja, we hoeven maar 3 goed te hebben. Maar daar wou ze ook snel bij, eindelijk. Dus... Ja, dat klopt wel. Ja. Maar willen wij Rian als mol? Is dan de vraag. Ja, willen wij? Het is een grote vraag. Maar ze kan een mol wel zijn. Ja. Ja. Zoals nee, dat ik vind dat er een paar anderen de mol kunnen zijn. Maar ik denk dat ze het niet is. Ik denk dat ze gewoon de onhandige kandidaat speelt. Op sommige vlakken. En dat ze best wel een zicht heeft op twee potentiële molkandidaten en dat ze gewoon in de juiste richting kijkt. Hmm. En dat weet ze. En in aflevering 7, nu bijna aflevering 8 volgende week, moet je ook wel een beetje in de juiste richting kijken. Ja. Klopt. En dan krijg je dit gedrag nog meer, denk ik. Iedereen gaat liggen mol. Maar we gaan even door. Want Anna, Fons en Babs, die kwamen te laat weer aan. Ja, ook weer zoiets. Kijk, als Anna de Mol is in deze opdracht... Ja, Anna die echt laat aankomt. Kijk, als Anna de Mol is in deze opdracht, dan gaat zij van deelopdracht naar deelopdracht. Zorgt ervoor dat er iets fout gaat in de opdracht, waar de hele opdracht niet werkt. Vervolgens gaat zij eventjes met Fons en Babs te laat komen. En bam, hele opdracht mislukt. Wat ik verwacht, vond ik dat Anna gewoon in die opdracht gewoon totaal niks heeft meegedaan om het juiste te doen. Mm-hmm. Het ging door tussen Anna, tussen Babs en Fons. Mm-hmm. Die hebben die opdracht eigenlijk doen slagen. Anna houdt de deur open. Normaal is ze altijd haantje ervoor zijn. Tijdens die opdracht hoor je er nergens en ze komen weer te laat aan. Ja. Ik vind haar gewoon graag. Maar ja, dat is goed. Maar, ik weet niet. Nu kom ik me toch met een hint. Dat wil je niet weten. Zo. Hier komt het. Er gaan tunnels instorten. Nee, er gaan geen tunnels instorten. Nee, nee. Ik weet niet of jullie hem al hebben gehoord. Kan zomaar zo zijn. Je had Babs, die moest gaan tekenen. Die moest dat nummer gaan tekenen. Hoge uithaal, kleine uithaal, hoge. Ja. Nou.
Dat nummer wat afgespeeld werd, daar heeft Rosario een soort resemble van gemaakt als nummer. Oh my god. Ja. Oh yeah. Rosario heeft dat uitgebracht als nummer, alleen dan met zijn eigen versie ervan. Precies dat nummer. Tunnel uit. Vooruitblik. Of nou ja, nou geen vooruitblik trouwens, maar het zou leuk kunnen linken aan elkaar. Ja. Ja. Rosario heeft genoten van zijn eigen nummer. Ik snap dat. Dat vind ik dan wel weer een hele sterke. Rosario is een tunnel dit, hoor. Ja. Maar goed, we gaan verder naar opdracht 2. Ja. En dat was overbrengen. Zo. Hm? Ja. Anna zegt gelijk, na de uitleg van Rick, ik ga rijden in de tuk-tuk. Ja. Ja. Yeah. En toen ging het licht uit. En toen ging het beeld uit. Dat was handig. Oh, daar was ik weer. Oh. Oh, dat was ik weer. Ja. Met één HDMI-kabel, hè? Nee, dit was omdat het licht uit is gegaan. Kijk, hij doet het weer. Zo. Is het nou blauw of niet? Maar valt beetje. Mee. We gaan door. We gaan door. Ja. Anna zegt gelijk, ik ga als eerst. Nou, leuk. Uiteindelijk komt het uit dat Fons en Rian ook gaan rijden. Rian die wilde ook heel graag in het begin rijden, nadat Anna had gezegd. Maar daarna wilde ze toch ineens weer niet. En toen werd ze eigenlijk door de rest wel gepusht om gewoon te gaan rijden. Ja, vaag weer. Dan viel het eigenlijk op bij de tuk-tuks dat Fons niet vooruit kwam. Letterlijk. Ja. Ja, ja, maar het zou heel leuk zijn als Fons de mol is en dan komt er zo'n iemand van de bevolking. Sorry, krijg ik gelijk Daniel vibes van. Weet je nog met die punten? Die gelopen. Nee, oké. Maar toch, het is wel een leuke actie. Als je de mol bent. Maar goed. Ja. Daarnaast vraagt Anna aan random mensen of ze in de tuk-tuk willen gaan zitten. Ook mensen die geen ketting om handen. Ja. Heel vaag. Beetje raar natuurlijk. Heel vaag. Verder was Rian ook net te laat. Heeft ze een blokje omgereden toevallig? Ja, die vind ik wel heel leuk. Die is ook leuk voor Gio zijn tunnel. Ja. Ja. Misschien. Wat valt er op bij... Weer niks gedaan. Rian heeft volgens mij maar twee kandidaten opgehaald en eentje te laat. Dus weer niks gedaan. En weer heel weinig beeld tijdens de opdracht. Ja, Rian doet gewoon niks. Helemaal mee. Ja. Rian doet gewoon niks. Een Sinan. Sinan. Nee, ja. Een Sinan. Nee. Maar dit keer is Rian gewoon de mol. Klopt. Maar dat is niet echt. Even terugkomend op het begin. Ik vond Kees hier ook wel verdacht toen hij aanstuurde dat hij in de bediening wou trouwens. Mm-hmm. En waarom? Ja, dat ik het bedacht van het start van de aflevering dat Kees gelijk aanstuurde om in die groep te willen van de obers. Omdat ik toch wel vind dat Mol, ja, als ik een positie mocht kiezen, had ik daar willen staan, denk ik. Omdat je toch al die namen van de gasten de langste tijd krijgt om die namen te leren kennen. En uiteindelijk is dat toch wel een beetje de clue van de mol. Maar ja, de mol kan ook wel meerijden. En verwarring stichten op het laatst. Omdat ze ook nog tijd krijgen om met die kandidaten weer te praten. Dus ja, beetje lastig. Maar eerste gevoel zou ik denken wat Kees daar doet. Wel verdacht vind. Ja. Ja, want wat daar ook gebeurt. Ze hadden natuurlijk in eerste instantie een goed systeem. Om de mensen te sorteren. Ja, hielp het systeem echt? Je onthoudt zowel de mensen beter, lijkt mij. Maar ja, je kan heel makkelijk iemand anders ergens anders neergooien als mol zijnde. En verder moest het op alfabet gezet worden. Dus ja, leuk om dat te zeggen. Maar ja. Stel hè, de mol zit niet tussen Kees en Sorre.
Dan hebben Kees en Sor natuurlijk wel heel veel meer informatie. Hè? Want die hebben natuurlijk de tijd gehad om alle kandidaten te leren kennen. Mm-hmm. Stel, Anna of Rian of Fons hebben liggen mollen met die naam Charles of Celis? Ja, Celis, zoiets. Ja, zoiets. Maar in ieder geval, maakt niet uit. In ieder geval, daar is het misgegaan. Mm-hmm. Ja, dan hebben hun natuurlijk wel meer informatie. Zeker, hè? Als ze niet hebben opgelet, dan weten ze zeker dat een bevestiging wie gemold heeft. En mijn gevoel is dat Anna geweest, maar ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken. Nou, ik heb me toch weer iets van Fons. Ja, het is weer een soort Daniel. Rosario heeft weer een anti-mol-actie gedaan. En eigenlijk... Dit doe je eigenlijk niet als mol. Het kan eigenlijk niet dat je dit gaat doen als mol. Fons wilde Anna, met 1 N, als eerste in het alfabet zetten. Dat wilde die heel graag doen. Totdat Rosario zei, ja, maar we hebben ook nog Alicia. En we hebben ook nog iemand anders met de letter A. Als jij als mol weet... Dat doe je. Nee, doe je. Als jij als mol weet dat... Dat hoe heet dat? Jeetje, ik kom niet uit mijn woorden, jongens. Als je als een mol weet dat er nog 2 anderen zijn die op de andere volgorde moeten, ja, dan laat je dat natuurlijk lekker gebeuren als mol. Dan ga je niet fonds verbeteren van, goh, dat moet niet zo. Maar als mol doe je het ertussenin. Als er al een beetje namen worden genoemd overal. En iedereen al een beetje met kandidaat aan het sleuren is, dan zet jij eventjes die 2 om. Bam. En Fons kan dit natuurlijk wel ook gewoon zeggen, doordat hij heel fanatiek bezig is als mol. Hè? Of als kandidaat, niet als mol. Dat hij gewoon heel fanatiek is en zo snel mogelijk die opdracht wil doen. Dat kan natuurlijk ook heel goed zijn. Dus voor mij vind ik deze opdracht eigenlijk wel een eye-opener dat Rosario toch eigenlijk gewoon niet kan zijn. Nee. Waarom zou je als mol anders een molactie verbeteren? Ah, daar is nog veel ambient naar dat Rosario geen mol is, maar dat komt op het laatst, als Babs. Mm-hmm. Ja. Klopt. Dat het komen we zo meteen nog op. Is dat Rosario gewoon op 3 plaatjes staat. Mm-hmm. Ja, als we moeten geloven dat Babs natuurlijk op Rosario heeft ingezet. Hè? Goed. Denk ik wel. Ja. Bijna wel toch. Hey, wie vonden wij het allerverdachtst in deze opdracht? Aan wie vraag je dat? Aan Dinant. Oh nee. Ik vond Anna verdacht. Ook omdat ze heel veel random mensen had opgehaald die helemaal niet moesten. En omdat er een gast was die Anna heette en die had een meloen om. En meloen is een anagram voor een mol. Ja. Kijk, nou moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind die een meloen... Gaan ze dat 2 jaar achter elkaar doen? Ja, ze hebben het ook een keer met een mol in jullie midden gedaan. Dat snap ik, maar... Dat was 2 jaar achter elkaar, Tim. Wie weet, het kan. Ja, maar als dit de hints zijn, weet je wel... Voor het laatste seizoen zou het wel jammer zijn, maar... Leuk, maar ik vond ook nee, het mol ook heel raar eigenlijk. Ja, dat was heel raar. Dus... Ik vond maar het dit ook is helemaal al geen wel wat beter dan Oenemeloen, toch? Ja, dat wel. Maar goed, we gaan verder. Voordat wij naar opdracht 3 gaan, gaan wij eerst even een gast uitnodigen. En die gaat ons even vertellen wie zijn of haar mol is. Zo. En waarom. Dus ja, laten we eventjes de gast gaan inleiden. Naomi! Oh, wat gezellig. Het is Naomi. Hallo. Oh, gezellig. Trouwens, jongens, als we toch nog even wachten op Naomi, abonneer even, want dan kan je deze vrijstelling winnen. Kijk, hier zo. Deze hele mooie vrijstelling. Wie doet zo? Is leuk. Wie doet? Is leuk. Die vrijstelling. Ja! Jullie mij? Ja! Hij werkt! Hey Naomi, hoe is het met jou? Ja, goed met jullie. Ja, ook heel goed. Echt helemaal cool. Als mensen trouwe fan zijn van Tim Uitroepteken, hebben ze waarschijnlijk jouw interview wel gezien. Ja, ik denk het wel. Precies. Als ze trouwe fan zijn, dan wel.
Nee, maar jij bent ook mollood. Mag ik hopen trouwens, als, wat doe je anders in deze podcast? Nee, ik ben geen mollood, sorry. Nee. Hey, wie is jouw mol, Naomi? Ja, ik verdenk toch Anna. Welkom. Nou. Ja, dat is mooi. Dan ben je helemaal goed. Dus dan, dan zit ik hier helemaal goed. Dan ga ik wel weg, dan heb ik een Anna-podcast. Ja, dankjewel. Ja. Nou, bedankt Naomi voor het... bedankt Naomi. Bedankt Naomi voor het joinen. Je kan nu weer weggaan, want we zijn het allemaal met je eens. Dus doei! Doei! Ik had nog helemaal een hint gevonden, speciaal hiervoor. Mag ik zeggen dat ik dit goede hint vind? Ik moet overgehaald worden. Ja. Jij moet overgehaald worden. Je moet de Gio even overhalen. Ik zit niet op Anna. Op wie zit jij, Gio? Ik zit op Rian. Maar Anna is mijn tweede mol, hè? Dat is mijn tweede mol. Oké, Gio. Hey. Dus je moet, Gio, of je moet hem even naar één. Gio, je hebt een minuut de tijd om uit te leggen waarom Rian de mol is. En dat moet waterdicht zijn. Succes. Water... Ja, maar dat kan ik wel, hoor. Ik kan... Oké. Okay. Nou? 2 minuten nou, dan. Rian is dus de mol, omdat... Ja, er zit toch een patroon in de acties van Rian. Gaat altijd mis bij haar, ze doet zich dom voor. Ik zie gewoon die patroon gewoon. Het blijft een patroon. Natuurlijk kan het een keer zijn van, joh, dat je de opdracht niet begrijpt. Maar het is bij elke opdracht, ik begrijp het niet. Of dan komt ze weer op het laatste moment van, oh, ik heb hier de antwoorden staan. En je ziet haar zo weinig in beeld tijdens de bepaalde opdrachten. Gewoon van waar je echt wel als mol zijn, als je alleen bent, kan je heel goed mollen. En ja, wat kan ik nog meer zeggen? Gewoon haar acties, ik weet het niet. Ik zie haar niet communiceren met de groep. Waar haalt ze haar informatie van? Of ze moet al vanaf het begin natuurlijk heel goed zitten. En zoals ik al eerder heb aangegeven, ja, ik vind haar wegzakken sinds een paar afleveringen. Doordat het misschien te moeilijk is voor haar om te mollen. Aangezien het echt een groep is wat gewoon best wel fanatiek is. En allemaal er wel voor gaan. En toch best wel allemaal een beetje haantje de voorste zijn allemaal. Mm-hmm. Dus ja, daarom denk ik gewoon, ja kijk. Ik heb Rian haar gedrag gewoon best wel zien veranderen. In een paar afleveringen tijd. Dus dat een beetje. Oké, okay, nice. Dat was 1 minuut. Dan Naomi, geef ik jou nu het spits. Jij hebt de hint voor ons waarom Anna de Mol is. Let's go. Ik heb de hint gevonden. Ik moet zeggen, deze heb ik niet zelf gevonden. Deze heb ik van Max. Oh nee, ja, sorry. Want... Telegraaf, non-spon. Oh, ja. Nee, maar... In opdracht 1 was dat volgens mij, gingen Sor en Kees die opdracht doen met vader Jacob. Met dat liedje. Dat ze die noten goed moesten plaatsen. Dan heb je eerst een G-sleutel zitten, zeg maar, op die notenbalk. Ja. En daarnaast, dat noemen ze een mol. Ja. Dat noemen ze een mol. Ja. Die stond verkeerd. Mm-hmm. Want een mol betekent dat er dan een toon lager moet. De toon dan een toon lager moet worden. Dus dan wordt de B een bes, en wordt een A een A's, zeg maar zo. Mm-hmm. En nu was het zo, die hoort bij vader Jacob op B te staan. Mm-hmm. Maar die stond op A. Mm-hmm. Waardoor dus sowieso dat al helemaal verkeerd was. Maar ja, wat is nu nog de enige kandidaat die erin zit met de letter A? Die begint met de letter A. Nou? Anna. Ach, Jan. Ja, overgehaald. Ik ben helemaal overgehaald. De mol is bekend. De mol is bekend. Ja, de mol. Mag ik nog iets tegenbrengen op wat Gio zei, trouwens? Ja, zeker. Ga vooral je gang. Nou zit ik er lekker in. Want in de test van aflevering 5 uit mijn hoofd was er een vraag. Wie is de favoriete mol van de mol? Oh, ja. En er stonden allemaal antwoorden. Maar die van Rian is Jeroen Kijk in de vechten. Maar die stond er niet in. Maar. Nu komt het masterbrein. Nee, dit is het brein van Arjan, maar ook het brein van Dinant. En dan het brein van Gio. En dan het brein van Naomi. En dan het brein van Tim. En dat maakt één hele grote combinatie. En dat is dat niets is wat het lijkt. En dat betekent dus ook dat in het molboekje staat... Wie is
de beste mol? En niet wie is de favoriete mol? Ja, oké. Okay. Ja, dat is zo. Dankjewel, Tim. Dankjewel. Ja, ik ben graag neutraal. Of het is omgedraaide psychologie. En juist moeten we het zo zien. Rianne Mol staat er niet tussen. Dus wie is de mol? Kan dit iets zeggen over Rianne? Juist dat ze de mol is. Maar dan kan je als kandidaat zijn en niet invullen op de mol. Nee, maar wie zegt dat die vraag alleen voor de kijkers is weggelaten en de kandidaten de vraag wel hadden? Dat kan. Maar dat denk ik niet. Sorry, Arjan. Dat denk ik ook niet. Denk ik ook niet. Laat Giovanni een beetje mee te helpen. Laat mij Giovanni ook een beetje mee te helpen. Ja, doe even lief tegen mij. Dankjewel. Dat is heel... Ik vind het heel Alsjeblieft. Oké, okay, hey, Naomi, wie is nou echt totaal niet, wie is nou gewoon niet de mol, volgens jou? Rian. Zeg IGO. Nou, ik vond het toch wel een beetje gepest, hè? Oh, sorry, Gio. Het is niet mijn bedoeling om jou te pesten. Oh, het is ook weer wat. Misschien toch wel een klein beetje. Maar nee, ik denk niet dat Rian het is, echt niet. Nee, ik ook niet. Of, ik nou ja. Ik heb het wel gedacht. Nou ja. Ik denk wel dat ze het goed zou kunnen. Maar ik denk niet dat ze het is. Ik denk het ook niet. Hey, Naomi, bedankt voor je goede inbreng. Yes. Dat was het ook alweer. Dat was het ook alweer. Lekker kort, maar krachtig. Zullen we maar zeggen. Kort, maar krachtig. Precies. Al die moeite gedaan. Ik dacht al van, waarom kom ik er niet in? Ik moest een heel bestand downloaden. Ja, oeps. Nee, bedankt. Ja, je had juist moeten zeggen hoe fijn het was. Nu wil niemand meer te gast komen. Jawel, het is heel leuk. Het is hey, heel wil je nog een shout-out doen naar iemand? Dat kan nu. Kan dat nu? Ja. Nou, naar jullie, omdat jullie elke week er gewoon, of in ieder geval bijna elke week, deze week, dit seizoen één week niet, maar elke week er wel gewoon zijn met de podcast. En ik luister ook trouw elke week. Zo. Oh, mijn beeld ging uit. Je beeld ging uit. Dat je dat volhoudt. Maar, dankjewel. Ja, dan vraag ik me soms ook af hoe ik het volhoud. Vooral met jou, Dinant, want jij bent vooral trouwens, stil. Om daar wat even op aan te haken. Vertel maar, Naomi. Tim. Nee. Oh, nou, om daar even op aan te haken. Ik vind het heel bizar dat er überhaupt... Ik zeg het volgens mij echt elke podcast, dat ik het bizar vind dat mensen de podcast luisteren. Ja. Jullie stonden vorig jaar... vorig jaar stond Procast in mijn Spotify Wrapped, hè? Hey! Nee. Oh. Nee, dat bedoel ik. Feestje. Dat had ik ook nog naar Dinant gestuurd, hè? Ja. Ja, ballonnen. Ook alleen bij jou! Wat doet dit niet? Ook al bij niemand anders, alleen bij Tim. Ja. Hey! Ik zit even te kijken, waar kun je op een knopje drukken? Nee, helemaal niks. Kijk, ik heb hier mijn handen. Hier zo, mijn hele lichaam zie je hier. Ik doe ook niks met mijn voeten, lijkt mijn voeten. Ja, dat doe ik. Dat doe ik zo. En nu doet hij ook. Jammer. Oké. Wat een onzin is dit allemaal, zeg. Die dan nu jij proberen. Ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Nee, maar we gaan weer door, jongens. We gaan weer door. We leiden weer helemaal af. Naomi, bedankt voor je komst. Wellicht tot een volgende keer of een volgend seizoen. Ja. Veel plezier op het seizoen. Ja, yes. Yes, jullie ook. Laters. Laters. Oké, okay. En dan gaan wij snel door naar opdracht 3. Heel veel opties zijn er. Uitkomst bieden, ja. Oeh. Dan komen we bij een opdracht die heftig is voor de kijkers. Wat doet de mol hier volgens Giovanni? Wat gaat de mol hier doen? Nou, ik denk dat de mol sowieso niet wil kijken. Mm-hmm. Want dit is toch wel een groep waarvan minimaal een paar personen zullen kijken. Van Fons, 100% verwacht dat Fons zou kijken.
Van Rosario ook wel 100% verwacht dat hij zou kijken. Bij Kees had ik nog wel een twijfel geval van, joh, hij kan gaan kijken, hij kan niet gaan kijken. Maar zoals een Babs gaat niet kijken. Want die heeft natuurlijk al best wel veel informatie vanuit daar zelf. Ja. Omdat ze is afgevallen. Zeker waar. Toch valt ze weer af. Ja, en ik denk dat als mol zijnde, kijk, weet je, het zou veel mooier zijn om, denk ik, een hoger bedrag uit de pot te kunnen spelen door te bieden op een vrijstelling. Want als ja, kandidaat hebben genoeg geld over voor een vrijstelling. Maar dit, kijk, door deze opdracht brengt mij toch wel in twijfel of Rian de mol zou zijn. Aangezien Rian was de eerste die naar binnen ging. Dus de mol heeft dus geen informatie gekregen van, joh, je medekandidaat hebben dit en dit geboden. Of die kandidaat heeft wel gekeken, die kandidaat niet. Dus ik vind dat zeg maar een beetje lastig voor mijn tunnel. Want ik zit echt wel in de tunnel, kan ik zeggen. Maar door dit denk ik van, ja, ik vind het lastig, want ja, je hebt geen informatie als mol zijnde nu. Stel, Rian is de mol, je weet niet wie wat gaat doen. En ja, €550 vind ik dat best wel laag. Ja. Het zou kunnen zijn van, joh, ze wil de perfecte kandidaat uit hangen. Dat spreek ik me nu een beetje in eigenlijk van, ja, ze wil gewoon kandidaat niet zo hoog bieden, niet opvallend. Nee. Nou, je hebt in ieder geval gelijk. Ik vind dat je gelijk hebt over een aantal punten. Allereerst denk ik persoonlijk ook, de mol die gaat alles meemaken. Die gaat niet kijken. Maar om daarop aan te sluiten, dan kijk ik even verder. En dan kijk ik naar de volgorde van ronde 1 even. Dat was Rian, daarna Fons en daarna Babs. En daarna kregen we een soort montage van Anna, Rosario en Kees. Wat ik denk, is dat de mol in dit ronde 1 als laatste is geweest. Waarom? Stel, de mol die weet, oké, er is al €500 uit de pot gegaan. Hoef ik in ieder geval niet bang te zijn dat die €3000 de pot ingaat. Handig natuurlijk. En hij ziet, goh, 2 keer €500 al. Daar kunnen wij veel meer van maken. En misschien kunnen we het dan ook nog eens makkelijker maken om het hoogste bedrag te bieden. En dan uiteindelijk een vrijstelling te krijgen. Waardoor we zelf ook weer wat minder verdacht worden. En dan hoeft de productie de testvragen ook weer niet te laten luisteren. En zo kan je helemaal verstrikt raken in een hele grote theorie naar Kees. Maar er is nog een optie. En dat is Anna. En dan gaan we gelijk door alweer naar ronde 2. Anna, die gaat misschien als laatste in de eerste ronde. Die ziet 2 keer €500 eruit. Toppie, goed bezig jongens. Oh, ik love jullie. Ik hoef helemaal niks te doen. Die gaat naar ronde 2 toe. Dan ziet ze, oké, is ze weer als laatst. Rian heeft €550 geboden. Babs 1950. En Kees 2000. Dan denkt Anna, wat ga ik nou eens doen? Er is al 2 keer €500 uit de pot gegaan. Kees die stemt €2000 uit de pot. Lekker makkelijk. Ik ga er gewoon 500 onder zitten. Ja. Ideaal voor de mol. €3000 uit de pot in plaats van in de pot. Maar vind je niet dat de mol dan zelf voor moet zorgen dat die €3000 niet in de pot komt? Want dan krijg je een beetje wat we ook niet gedaan. Nou, ik denk juist dat je in deze opdracht juist als mol er geld uit wil spelen. Dus niet zozeer die €3000 niet in de pot krijgen. Want dat doet iemand wel. Een Fons of een Rosario bijvoorbeeld. Maar om er dan uiteindelijk in plaats van 3000 in de pot, 3000 uit de pot maken, is dat best wel knap. Ja, oké. En toen ging mijn beeld uit. Wat je ook als mol zou kunnen doen, wat een beetje een fonds is, is dat je gaat kijken, waardoor er min 500 in de pot, of uit de pot gaat. 3000 komt niet in de pot. En er is ook nog eens iemand die denkt dat jij gaat kijken. Dus als veel mensen al gaan denken dat jij gaat kijken, gaan ze sowieso op jou en gaat er ook sowieso weer geld uit de pot. En krijgt iemand de vrijstelling. Dus met deze opdracht kun je zoveel dingen doen als mol. Maar als je terugkijkt naar Jurre bijvoorbeeld, Jurre die kreeg ook de finale vrijstelling uiteindelijk. Weet je, dat lag trouwens puur aan de foto's. Maar een beter voorbeeld is inderdaad Lennart.
uit de Mol België. Ja. Die speelt gewoon letterlijk 10.000 euro. 10.000 euro uit de pot voor een vrijstelling. En niemand had hem. Kees stemt nu 2.000 euro op een vrijstelling. Ik had dan wel echt gehoopt, als de Mol dan het hoogste biedt, ook een heel klein beetje brutaal zijn. Ja, 2000 euro, daar word je echt niet meer verdacht om. En dan ook al zo laat, mensen zitten echt al wel in een tunnel, dat ze niet bij 2000 euro ineens gaan denken, het is dan logisch. Maar dan kan je net zo goed als Mol denken, ik gooi er gewoon 8000 euro uit. Ja, dat klopt. En dan vind ik het ook jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Ja, maar dan zit je maar op 1000 euro in de pot of zo. Maakt niet uit, dat is leuk. Nee, maar zat je in de midden. Daar... Nee, klopt. Maar. In de Mol België was met Lennart zo dat degene onder Lennart die bood 7000 euro. Als hier nou in dit geval. Ja, maar stel nou dat Kees in dit geval 6000 euro zou bieden, dan is dat verschil zo groot dat je hem veel meer opvalt. Kijk, als alle kandidaten met z'n allen wat hoger bieden, valt het minder op. Maar als de kandidaten met z'n allen wat lager bieden, dan valt dat veel minder op. Snappen jullie wat ik bedoel? Je hebt dus, zeg maar, Kees, die biedt nu 2000, Anna 1500, Babs 1950 en Rian 550. Die blijven onder die 2000. Stel, Kees is de mol en die heeft nog niet geboden, die ziet dat. Dan gaat Kees als mol zijn natuurlijk niet 4000 euro uit de pot spelen. Maar zijn wel als echt, je het weet. Ja. Dus dan maar zou ik mij... eerder kiezen voor een Anna. Die gewoon een beetje ergens ertussenin gaat zitten. Onder de twee hoge dingen. Stel, Babs blijft in het spel. Wordt Babs ook ineens op een of andere manier verdacht. Want zij heeft ook best wel veel geld geboden. Snap je? Ja. Want dat zijn geboden maar ja. 50 euro onder Kees of zo. Ja, nee. Ja, klopt. 50. Ja. 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 Wat ook nog wel weer leuk is, is Rian natuurlijk. Ja. Die vind ik zo erg op afstand zitten. Zo erg. Ja. Dat ik het gewoon jullie geloof dat... Jullie ja, halen maar... 500 eruit, dan doe ik 550. Ze zegt het ook echt, ja. Dat echt superveel is. Maar denk ik weer van, dat ga je niet doen als mol. Ja, ook maar, juist wel. Maar ik wil daar nog even op aansluiten, want zeg maar, wat mij opviel. Ja, Want vertel. Voordat Rian naar binnen ging, zagen we zeg maar een klok. Met van 5 voor 9, of het was iets voor 9 of zo. En alleen bij Rian, toen ze terugkwam uit de kamer, opnieuw een shot van de klok. Waarom zo duidelijk opnieuw die klok laten zien? Goeie Want, vraag. Ja, kijk, weet je, ja, als met Mol zeiden, misschien heeft Rick wel een gesprek gehad met hem of van, joh. Hoe sta je ervoor? Hoe gaat het? Dat soort dingen. En dan, ja, kijk, wat dan opviel, het was dan om 9 uur begon de opdracht of zoiets. En om 9:05 kwam Rian weer de kamer uitlopen. Als we dat moeten geloven. Want er kwam weer zo'n shot in beeld van 9:05, zeg maar. Zagen we Dan vraag... daarna nog een klok? Nee, alleen bij Rian was die klok nog een keer in beeld gekomen nadat ze die camera liep. Maar dat is dus maar 5 minuten, dus daar hebben we niet zo heel veel aan op zich. Tenzij, ja, Kijk. Tenzij dat zeg maar zo, ja, editen zeg maar, zo ons willen laten Ja, zien maar van, joh. Dan denk ik weer, dan zou er nog een derde klok in beeld moeten zijn. Bij ergens aan het einde, bij nog een keer Rian of zo. Dat je een beetje als molloot kan uitspeuren wie er als eerste is gegaan en wie als laatste is gegaan. Dan zou ik dat eerder denken. Maar ja, het is in ieder geval verdacht. De klok. Ja. Twee keer een klok in beeld. Maar goed. We gaan even verder naar de test en eliminatie. Ja, de test en eliminatie. Wat hebben we daarover te zeggen? We hebben erover te zeggen dat Anna op Fons, Rosario en Kees zat. Ze vulde een vraag in op de blauwe tuk-tuk. En volgens mij zat Fons in de blauwe tuk-tuk, dacht ik. Dan hebben we Babs. Ja, waarschijnlijk Rosario. Of Fons. Die durf ik ook op zich nog wel in twijfel te trekken dat ze op Fons heeft gezeten.
Maar ik ga er wel heel erg vanuit dat ze op Rosario zit als je terugkijkt. Want dan zit ze in een bondje met Rosario. Ze doet dit met Rosario, dat met Rosario, dit met Rosario. Nou, noem het maar op. Dan heb je Rian, die zit op Kees. Fons, die stemt op de muziektermenopdracht. Die zit op Anna. Let op, Anna. Kees, ja, die horen we alweer niet. Kees, die verdenkt Nee, omdat hij niemand, even heeft waarschijnlijk. gelaten. Ja, maar alsnog is dat wel raar. Nee, joh. Want, Dat heeft jawel, mee te dus. maken wat wij in aflevering 0 zeiden. Wat zeiden wij in aflevering 0? Kees wordt sowieso de winnaar. Dus we gaan Kees kijken op wie Kees de test invult. Want Kees zit op het juiste spoor. We krijgen helemaal geen informatie van Kees. Dan alleen één keer informatie. Sorry, Giovanni, dat hij op Rian zit. En Kees op Rian op Kees. Dat is de enige keer dat we hebben te horen dat Kees een keer een kandidaat noemde. En Ja, Anna, oké. geloof ik, heeft ook een keer genoemd dat hij op de dames ging. Meer weet ik Ja. ook niet. Nou ja, goed. Rosario zat op 4 mensen, dacht ik dat hij zei. Ja, toch. Maar hij zei dat hij concurrentie had met zijn bondjes. Dus ik denk dat hij niet vooral gefocust heeft op zijn bondjes. En zijn bondjes waren Babs en Fons. Ja. Dus ik denk dat Rosario dus juist op Anna, Rian en Kees zit. Ja, Maar ja, dat dat zegt de denk ik biecht ook. ons, hè? Ja. Ja, wat valt er op? Babs valt natuurlijk af. Stel, Babs die zit volledig op Rosario. Die ziet, goh, Rosario is het niet. Die is natuurlijk Babs de spanningmeester. Aan wie geeft ze dan het geld? Die ze natuurlijk 100% vertrouwt. En dat is Rosario. Ja. Kunnen wij er eigenlijk van uitgaan na deze aflevering dat Rosario niet de mol is? Vind Ja. ik ook. Vind ik ook. Ja. Dat is te veel overtuiging voor in mijn Ja, vind ik ogen. Maar ook. ja, dat was het al wel een tijdje. Voor mij. Ja, Het is te net zoals veel voor de die. hand liggend. Ja. Ook nog valt het nog op dat Kees zegt. Ja, dan gaan we even weer terug naar. Even kijken naar de tweede opdracht. Kees zegt dat hij geen Spaans kan in die opdracht. Maar een paar afleveringen terug heeft hij gezegd dat hij wel Spaans kon. Dat is Ja. waar. Dat is heel raar. Viel op. Door Jay. Die hier ook een keer een hint kwam delen. En wat valt er nog meer heel erg op? Dat Kees de afvaller als eerste weer aanraakt. Ja. Onze knuffelbeer. En hij zat weer achter de afvaller. Schuin Jawel. Je één keer naast gezeten in plaats van Ja, achter. schuin achter, ja. Schuin achter. Ja, oké, okay, schuin achter, ja. Ja, ik meet als achter. Hij zit En bijvoorbeeld op wie nooit op de zat Fons voorste. nou? Fons die zat op... Fons die zat op Anna en Babs, maar dan de andere Oké, okay. zus. En hij heeft die ook erin gezet. Een klein eentje van zijn Ja, vriendin. Een inderdaad. klein eentje van zijn vriendin. Die is een hint opgevallen. Moet ik even delen. Kees zit op een roze stoel. En Rick zit aan een roze tafel. Denk even aan spekjes. Daar gaan we weer. Daar Dus, gaan we weer. wat je Dit is hoe je kijkt. spekjes. Dit is hoe je kijkt. Trouwens, Het kan Arjan. makkelijk zijn. Wij moeten nog wel even regelen dat wij wat spekjes gaan kopen, hè, voor de vlei Nee, finale. want die heb je helemaal niet nodig. Want... Nee, daar kom ik dadelijk op. Nee, daar kom ik dadelijk op. Totdat we het allebei goed hebben. Hè? Ja, dan moet jij volgens mij iets gaan doen, want dan is Kees niet de mol. Heb ik eigenlijk een keer gezien. Heb ik eigenlijk een keer gezien. Oké, we gaan verder. Dan is er nog één ding wat ik echt per se wil behandelen. En dat is Oké. dat Rosario op zijn story zaterdag, gisteren dus, of eigenlijk Ja. afgelopen zaterdag voor de luisteraars en kijkers, op zijn story de promo zette van aflevering 5. Ja, what the Ja. fuck? Wat Hoe is dan? dit? Jij Hoe bent kan, ja. Rosario. Stel je wilt je voordoen als de mol. Is dit heel dom om te doen? Want dat betekent dus dat je totaal niet in het spel zit. En ook totaal niet het leuk vindt om jezelf terug te zien te mollen op tv. Als ik de mol was geweest,
had ik mij zeker op tv gekeken. Maar ja. Dit doet hem op. Dit doet hem op. Nee. Punt uit. Sluit weer mooi aan wat we net al zei. Van zou eerst dan onder. Ja. We hebben ook nog natuurlijk iets overigs. En dat is deze keer dat de live finale daadwerkelijk doorgaat. Yeah. We gaan erheen. Ja. Alleen Gio maar niet. Eén iemand hier niet. Gio. Oh. Nee, Dinant en Kim, die gaan binnen. Ja, dus ik en Kim gaan als, binnen zitten. Als Dinant nou even een afvaller spreekt. Tooske. Ja. Tooske. Even het audiogeluidje opnemen. Misschien zelfs wel filmen. Als je dan toch bezig bent, Dinant. Zou leuk zijn. Dinant, doe je wel even, hè? Zo. Dat is wel een hele erge hint, hè? Nee, dat is leuk voor de podcast, onder andere. Ja. Maar het is waarschijnlijk wel heel druk binnen. Dus of je wat hoort, ik weet het niet. Probeer het. Ga proberen, ja. Probeer het. Ja. Waarschijnlijk ben ik meteen de tijd ook alweer lang buiten. En Arjan en ik staan buiten. Daar maken wij er ook wel even een feestje van. Toch, Arjan? Ja, zeker weten. Ik heb zin om het echt een feestje te laten worden. Ja. Ik zie het ook aan precies. Jullie hebben er echt precies. Zin in. En dan ik in heb één keer... 2 uur lang in de kou staan. Nee, 2 uur in de kou en dan in één keer... Volgens is de mol. Hoe dan? Maar Arjan. Dan gaan we natuurlijk spekjes eten. Ja, met de tweeën. Maar als tweeën. We het nu toch met even de over ja, de finale hebben en over het Vondelpark. Jullie gaan volgende week, hè? Ja, wij gaan volgende ja. week naar Mol Talk. Wat leuk. Tijdens de lasergame opdrachten. Dat is wel echt een goeie. We hebben zo echt goed. Goed hebben wij goed gedaan, ja, Arjan. Goed. Hebben wij goed gedaan. Ja, nee, maar ja, ik was er toen Bas terugkwam, dus dat vond ik ook wel leuk. Ja, precies. Hey, als het lukt, dan kunnen we misschien nog even met een kandidaat of met Splinter of zo. Even vragen aan wie hij nou denkt dat het mooi is. En, ja, maar hij weet al, dat weet hij toch wel. Neem jij dat je op Vlinder mee? Nee, dit is weer raar. Dit is weer raar, Arjan. Dit is weer raar. Nee. Nee, maar... Dat moet je niet meer overhandigen aan Splinter. Ja. Heeft hij eigenlijk zijn chapotvlindertje? Nee, maar we kunnen wel even aan Splinter vragen wie die denkt dat het mooi is. Misschien antwoordt hij, misschien niet. Of iemand anders. We zien het daar wel een keer. Ja. Moltalk, zin in hè, Arjan? Ja, zeker weten. Ja. Kijk er echt naar uit. Dat is alleen week 1. Dan hebben we nog week 2. En dan hebben we ook nog week 3. Het wordt een drukke aankomende week. Arjan, wij zien elkaar 3 weken achter elkaar. Zo. Dat is heel heftig. Als ik er zo over nadenk. Ja. Wordt leuk. Ja, zeg even hoor je alvast tegen Pascal. Hier zit hij. Oh, die zit hier. Die zou je zo meteen nog wel even zeggen wie de mol is. Oh ja. Nee, nou, Kees. Nee, leuk jongens, heel leuk jongens. Vendag is helaas nog niks bekend over geworden. Alhoewel het op het forum nog wel niks. Rondgaat dat ze er nog steeds mee bezig zijn. Ik ben benieuwd wanneer dat eindelijk eens iets naar buiten gaat komen maar daarover. Tim, er was ook iemand in jouw groepsapp die had gebeld naar Avrotros en die zei dat het niet doorging. Gebeld naar Avrotros, ja. Ja, maar je weet het. Het kan ook gewoon Floor, de floor manager zijn, die heeft gezegd: nee, gaat niet door. Bla 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 bla. Als mensen de Trust Nobody podcast hebben geluisterd, dan. een inside joke. Maar goed. Wie is jullie mol, jongens? Nou, wie zou het zijn? Begin jij, Gio? Ja, Gio, begin jij. Misschien heb je nog iets anders te zeggen dan. Wie is mijn mol? Ja, wie is jouw mol? Rosario. Oh, nee. Die heb ik afgestreept. Ja, lastig. Ja, ik vind het zo tegenstrijdig. Gewoon door de laatste opdracht. Mm-hmm. Maar. Ik blijf bij Rian. Zo. Dat is leuk. En ja, maar bij me, dat is wel Anna. Oké. Okay. Nog een klein beetje Anna dus. Mag Anna. Een bijmol nou, in de aflevering 8 bijna? Mag het nog? Ja, nou ja. Het is net op het randje, dus het mag nog wel. Een randje, ja. Oké, okay, volgende aflevering spreken we dus af. Geen bijmol meer?
Nee, geen Bijbel. Nee, dat valt af, dus dan blijft Rian over. Ja. Goed. Ja, Oké. ja, ja, ja. We gaan Daarover verder. gesproken, zullen er twee mensen afvallen, of niet? Ik denk Ah ja, dat finale wilden we met ook nog vier. bespreken. Dat wilden we inderdaad ook nog bespreken. Finale met vier? Ja, ik denk het Zou wel wel. leuk zijn. Om Maar heel eerlijk te zijn, met ik denk zulke niet. verdachte mensen allemaal. Ik denk niet dat ze nog een dubbele executie erin gaan gooien. Nee. Mijn Of ding maar is twee dat. opdrachten en dan heb je weer twee opdrachten en dan een executie en dan de finale of Mijn zo. Zo. gedachte is Anna, Rian en Kees in de finale met z'n drieën. Ja? Dat is mijn vooruitblik, om het maar even zo te zeggen. Oké. Okay. Ik denk dat Fons volgende week afvalt en daarna Rosario. Of Geen andersom. mannenfinale. Nee. Nee. Na 25 jaar nog steeds niet, hè? Nee, klopt. Maar goed, we gaan verder. Dinant, wie is jouw mol? Anna. Huh? En Arjan? Huh? Anna. Ook Zo, Anna. met een uitleg erbij. Wow. Ik vind haar naam gespiegeld. Vind ik een hele sterke, omdat er veel spiegelbeelden in beeld komen. De witte nagellak, die ik bij mijn leven heb gevonden, die terugkomt op die kaart. Daar zie je dat de waarzegster witte nagellak heeft. En Ja. Anna is de enige met witte nagellak op de waarzegster had zwarte nagellak. Vind ik zelf een hele sterke, typische Ja, die vind ik ook meesterwolk. heel sterk. Ik ook. De noodballen natuurlijk, waar we net onze gast over hebben horen praten, vind ik een hele sterke. Het getal 38, wat vaak terugkomt in afleveringen. Hele sterke hint naar Anna. Ik denk dat Anna de mol is van dit seizoen. Ja. Hey. Overeengekeken, Hij is er want eindelijk uit. heeft mij gemanipuleerd in aflevering 1 door mee te gaan met Jip. Maar daar ben ik over na aan het denken. Nadat Toosje was ingestort. En dan denk ik, ja, als mol had je ook maar weinig kans. Dus meegaan dan met een masterplan van Jip, waardoor je zes vrijstellingen eruit speelt, is denk ik het enige wat je kan doen als mol. Want speel zes vrijstellingen, hou die maar eens in het spel. Als mol zijn. Met zo weinig invloed. Dat is een Ja, onmogelijke optie. is ook zo. Dan Dus kan ik je net denk dat ze zoals. daar als mol haar in de groep als kandidaat heeft neergezet. En ook voor de kijkers daar. Dus een ideale, subtiele manier van de mol. Uiteindelijk. Ik ben het helemaal met je eens, Arjan. Ja. Daarom, Anna is denk En ik wie de denk jij, mol. Tim? Anna. Zo. Ja, we zijn het een keer over eens. Behalve Gio een beetje. Maar dat is een We hadden ander gewoon eerder geval. naar Kim moeten luisteren. Nog Dat is een ander eerder. geval. Daar hebben we alle credits naar jou. Alle credits naar Kim, Ja. hè. Die heeft het wel Even goed applaus gehad, voor Kim. boy. Dan zitten we weer met z'n Applausje er vieren. niet bij. Nou met Ze z'n luistert vieren zelf. vast. En nog steeds winnen we niet. En nog steeds winnen. Arjan, volgend jaar met onbekende. Komt dat goed? Ja, heb je het vermoeden? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. De Mol België komt ook goed. Ik hoop het. Ik hoop het ook, anders hebben we een probleem. Ik hoop het. Anders gaan we echt af. Pascale, Ja, een grap. Pascale, wie is de Mol? Wie is de Mol? Wie is de mol? Kees. Nou, je hoort het. Kees. 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 Kees is de Mol. Kees Iedereen is de zit op mol. Dat weten jullie. Anna, Rian en Kees worden hier erg verdacht Ja. in het Procast team, om het maar zo te noemen. Ja, zeker weten. Ja. Mocht jij nou deze podcast zo geweldig vinden, dan ja, moet Dat je vindt vooral iedereen. even abonneren of volgen als je via Spotify luistert. Dan kom je elke week weer op de hoogte van een nieuwe aflevering. Heel simpel en makkelijk. En abonneren doe je gewoon met een rode knop. Zeker doen, want bij de 3500 abonnees ga ik de zwarte vrijstelling weggeven. En dat wil je natuurlijk niet missen. Abonneer voor meer. En dan zeggen we nog maar één ding. En dat is. Hallo, hallo. Joeiers, later is.
Oh ja, nog even een korte shout-out naar Mollejagers op Instagram en WDM 2023 op Instagram. 2024. 2024 op Instagram. WDM... 2024. Ja, wat is het nou? WDM 2024. En Giovanni.haak op Instagram.